Bas van Toor mag trots zijn op zijn roemruchte carrière. Het bewijs is dat, hoewel hij al jaren niet meer op het podium heeft kunnen verschijnen, fans zich nog steeds herinneren en wenskaarten sturen. Ook al gaat zijn gezondheid achteruit, Bassie krijgt nog steeds alle aandacht. Vooral op zijn verjaardag. De familie plaatste nieuws op hun persoonlijke pagina om iedereen te bedanken. Vanmiddag een hele leuke en gezellige 88ste verjaardag gevierd. Bedankt iedereen. Voor Bas is het meestal feest. Zijn vrouw Kobi vertelde onlangs dat haar man vaak kaartjes krijgt van fans om hem aan te moedigen. Fans maken zich zorgen over zijn gezondheid. Bas kan momenteel niet zelfstandig lopen en is behoorlijk moe. Hij heeft echter altijd een positieve kijk op het leven. Veel mensen schreven onder de post verjaardagswensen en een goede gezondheid aan de tv-legende. Ze vergaten niet herinneringen op te halen aan het optreden van hem. Beste Bassie, van harte gefeliciteerd met je 88ste verjaardag. Fijne dag met Kobi, Adriaan, Ina en de rest. Geniet van een heerlijke taart en weet dat wat er ook gebeurt, altijd voor Thomas glimlacht. Ik herinner me nog heel duidelijk de keer dat ik met mijn grootouders naar het huis van mijn vriend ging. Ik was 10 jaar en jij 50. Mooi, we zijn allebei op 17 september geboren. Fijne dag. Nogmaals gefeliciteerd met je verjaardag. Ik voelde me net weer een kind toen ik je broer in het Vlaardinger Museum mocht ontmoeten en natuurlijk dacht ik ook aan jou. Và tất nhiên tôi cũng suy nghĩ về bạn.